Wat is nou eigenlijk een wereldstad? Een wereldstad is een grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur. Een aantal voorbeelden van wereldsteden zijn Shanghai in China, Parijs in Frankrijk, Hongkong eveneens in China, Londen in het Verenigd Koninkrijk, Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, New York in de Verenigde Staten, Rio de Janeiro in Brazilië, Sydney in Australië en Beijing ook in China. In de Grote Bosatlas en ook op Wikipedia kan je een lijst zien van de grootste wereldsteden ingedeeld per categorie. Wat zijn nou eigenlijk de kenmerken van die wereldsteden? Nou, ze zijn onder andere toonaangevend in muziek, mode, architectuur en kunst. Zo zie je hier bijvoorbeeld het Guggenheim Museum in New York. Daarnaast zijn wereldsteden met elkaar verbonden door zogenaamde hubs in een hub-spooksysteem. Een voorbeeld hiervan is de luchthaven in Schiphol in Amsterdam. Of een grote zeehaven. En hier zie je bijvoorbeeld Shanghai. Dit trekt dan vervolgens weer vele multinationals die zich willen vestigen in hoofdkantoren en grote gebouwen. Amsterdam telt zo'n 800.000 inwoners. Daarmee is Amsterdam zeker geen megastad. Maar valt Amsterdam in de categorie wereldstad? Op politiek gebied in ieder geval niet, want die functie heeft Den Haag in Nederland. Op cultureel gebied zeker wel. Denk aan het Rijksmuseum, aan de grachten die vele toeristen trekken. Het heeft 126 multinationals en een aantal hoofdkantoren van onder andere ING. Het heeft een hele grote luchthaven Schiphol en een aardige zeehaven. Amsterdam valt in de categorie wereldstad. Dit is Kolkata in India. Kolkata heeft 15,7 miljoen inwoners en is met recht een megastad te noemen. Maar valt Kolkata in de categorie wereldstad? Nou, op politiek gebied in ieder geval niet, want die functie heeft New Delhi in India. En op cultureel gebied heeft het mondiaal ook te weinig te bieden. Een andere stad in India, Mumbai, heeft veel meer te bieden. Het heeft wel een zeehaven, maar die is eigenlijk te klein. Kolkata is een megastad, maar heeft niet de status van wereldstad. Speel het spel Wereldsteden op Purpose Games. Luister naar Geographonic op Spotify.